Oké, ik heb weer een tikkeltje overdreven met mijn neuscontour. Nou ja. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb weer een ander soort kleur ogen in. Soort kleur ogen. Ik heb weer een andere oogkleur. Wat vinden jullie ervan? Nou is het meer grijs. Dit zijn de lenzen Pearl van Alice Lenses. Ik zet het ook weer in de beschrijving. Ik denk echt wel dat ik dit vaker ga doen. Is toch weer een andere volledige look. Maar goed, ik ga vandaag weer ouderwets make-up testen. Ik ga vandaag make-up van BH Cosmetics testen. Is een heel betaalbaar merk en ik hou van betaalbare make-up. Dat weten we allemaal. Ik heb al wel BH make-up, maar ik heb er nooit echt een video over gemaakt. Of er echt diep ingegaan. Of ik heb het niet echt vaak over BH Cosmetics eigenlijk. Ondanks dat ik wel make-up ervan heb. Dus als je mijn Black Friday make-up shoplog slash haul hebt gezien, heb je gezien dat ik dus een heleboel make-up heb gekocht op die dag. Omdat het allemaal in de sale was. Ik heb alles van Beauty Bay. En ik heb hier gewoon een aantal make-upjes die ik vandaag wil gaan testen. Ik heb alleen niks voor de huid, want BH Cosmetics heeft niks voor de huid. Dus mijn foundation, poeder en contour, mijn overdreven neuscontour, heb ik al opgedaan. En ja, ik ga gewoon de rest nou testen. Dus ben je benieuwd naar deze video? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren op mijn kanaal om mijn 2 video's in de week niet te missen. Vergeet ook niet op het belletje te klikken naast abonneren, want met YouTube ze laten mijn video's niet altijd zien, ondanks dat je bent geabonneerd. En als je dus op het belletje klikt, krijg je elke keer een notificatie als ik weer een leuke video upload. Nou, dan gaan we nou beginnen. Oké mensen, ik heb hier mijn bakje met allemaal make-up. Oh, ik vind make-up testen zo leuk. Echt, ik ben weer super benieuwd. Aangezien ik verder niks had voor de huid qua foundation of zo, gaan we gewoon gelijk beginnen met de ogen. In mijn Black Friday haul had je gezien dat ik dus 2 paletjes had aangeschaft. Maar ja, ik kan er maar eentje gebruiken. En ik heb jullie laten stemmen op mijn Instagram. En dit paletje heeft gewonnen. Dit is de BH Cosmetics Royal Affair paletje. Dit is een paletje van 15 euro. Ik had hem toen in de sale voor 8 euro. Maar nu is hij gewoon weer 15 euro. Allebei die prijzen zijn sowieso super goedkoop. Dus ja, ik zal ook de linkjes van alle make-up hieronder zetten in de beschrijving. Ik heb het wel allemaal van Beauty Bay. En daar kun je niet betalen met Ideal. Volgens mij heeft Beauty Shop ook gewoon BH Cosmetics. Maar bij Beauty Bay betaal ik altijd met PayPal. Zo ziet het paletje eruit. Ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Hij is ook een beetje zwaar. Hij voelt een beetje luxe aan, ondanks de lage prijs. Als je hem openmaakt, heb je hier een spiegeltje. En dan deze prachtige kleuren. Wat mij het meest aansprak aan dit paletje is dat de kleuren niet de meest gewone kleuren zijn. Het zijn toch een beetje aparte kleurtjes. Zoals deze lichtblauw. Deze beetje groen-gele, groene kleuren. En ja, ik hou altijd van hele aparte make-up looks en aparte kleuren. Want ik ben niet de persoon die elke dag een bruine ooglook maakt. Dus ja, ik ga dit paletje vandaag proberen. Ik hoop dat het vandaag goed is. Want we gaan vanavond eten bij mijn zus. En er komt allemaal bezoek. Want het is vandaag eerste kerstdag. Dus ik wil er wel een beetje leuk uitzien. Maar als je dacht dat dit het enige is voor mijn ogen. Nee, nee, nee. We've got more. Ik heb hier van BH Cosmetics ook weer 2 eyelights. Dit zijn liquid oogschaduwen. Dus die kun je gewoon zo aanbrengen. Ik heb een zilveren en een beetje een groen-gele. En ze hebben gewoon zo'n applicator. Daarmee kun je het gewoon makkelijk aanbrengen op je ogen. Dus deze wil ik ook gebruiken. Nee, we zijn nog steeds niet klaar, want ik heb nog meer. Dit is echt het meest schattige wat jullie gaan zien vandaag. En dat is dit. Oh my god. Is het niet het meest schattige mini etuietje ever? Dit is echt gewoon te cute. Ook met deze fluffy ding. Oh my god. En als je hem dan openmaakt, zitten er 3 glitters in. En dan heb je hier 3 potjes met losse glitters. Ik heb hier eentje in het goud en deze heet Gold Rush. Ik heb hier een beetje een oranje-rode losse glitter en die heet Lit. En ik heb hier hele donkerbruine glitters en die heet Warm Espresso. Aangezien ik een oogschaduwpalet heb, glitters en liquid oogschaduw, wil ik een beetje forceren om 1 van alle 3 te kunnen gebruiken. Dus ik moet even een look bedenken waarin ik dit allemaal kan gebruiken. Ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar we gaan het proberen. Oké, ik heb mijn ogen ook al geprimed en afgepoederd met concealer en losse poeder. Dus we kunnen gewoon gelijk beginnen met dit leuke paletje. Ik pak eerst deze hele lichte bruine kleur. Ik ga die gebruiken als transitiekleur. Deze kleur heet Empress.
En met een fluffy kwast ga ik die over mijn hele arcade boven doen. Dan pak ik deze iets donkerdere bruine matte kleur met dezelfde kwast. Deze kleur heet Majesty, als ik het goed uitspreek. En hiermee ga ik ook in mijn arcade boog. Ik ga iets meer hier in die deuk, omdat ik het daar iets donkerder wil maken om iets meer diepte te creëren. Ik ben echt een beetje onder de indruk van hoe makkelijk deze twee kleuren al blenden. Misschien ook wel leuk om te weten, mijn allereerste dure paletje was het paletje van Cardi Bible in samenwerking met BH Cosmetics, haar deluxe paletje. Die was toen €25 en mensen, dat was mijn eerste een beetje dure paletje. Ik had alleen maar paletjes van €10 en rond die prijskategorie, dus €25 was echt super duur voor mij. En ik was helemaal blij en te rotten ermee. Dan pak ik deze donkergroene matte kleur met een platte fluffy kwast pak ik die. Dit is de kleur Monarch, die een beetje te maken hebben met de Royals, dus met het Koningshuis. Dus dat vind ik wel leuk, zo met dit paletje, aangezien die ook de Royal Affair heet. Ik ben deze kleur trouwens hier in de buitenste hoek aan het indrukken. En dan als ik het een beetje heb ingedrukt, ga ik het zo een beetje uitblenden in mijn crease. We gaan vandaag een beetje voor een groenige look. Want ik ga voor vanavond een groene glitterbroek aandoen. Dat klinkt echt super ugly, maar hij is echt heel mooi. Dus dan matcht mijn look een beetje met mijn outfit. Dan pak ik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020 Light Beige. En dan ga ik een halve cut crease maken. Oké, nu de cut crease is gemaakt, ga ik in met het kleurtje in het paletje die mij het meeste aansprak. Je kunt het denk ik al wel bedenken, maar dat is deze felgroene glanzende kleur. Het is een beetje een vieze groen, een beetje een geelgroen. Deze heet Crown. Ik ga mijn kwast nat maken met fixing spray. En dit doe ik dan over mijn hele cut crease. Oh, zo mooi. Oh my god. Ik heb ook de laatste tijd gezien dat zo'n felle, beetje neonkleur een beetje in is qua kleding. Ik zie nou allemaal meiden met zo'n kleur bodysuit aan en zo. Ik vind het echt een geweldige trend. Super mooi. En nou doe ik ook soort van mee, maar dan op mijn ogen. Oh mijn god, mensen, kijk deze kleur. Dit is zo fel. Oh, ik vind dit paletje echt nu al gewoon geweldig. Ik pak weer die donkergroene kleur Monarch. En die doe ik weer in de buitenste ooghoek om het een beetje te blenden met deze geelgroene kleur. En die donkergroene kleur ga ik ook aanbrengen op mijn gehele onderste wimperrand. Nou mensen, dit paletje, ik ben er echt om. Ik raad deze zeker aan. Kijk ook hoe het paletje er nog gewoon uitziet. Alsof hij gewoon niet eens is gebruikt. Er is helemaal geen fallout. Alles blijft gewoon mooi op zijn plek. Op mijn ogen is het ook gewoon prachtig. En deze felle groene kleur wilde ik ook echt fel hebben op mijn ogen. En dat is zeker gelukt. Is hij nou weer gewoon niet aan het scherp stellen? Dan gaan we door met deze twee toppers. En ik ga de zilveren niet gebruiken, want die staat niet bij de look. Maar deze beetje groen-gouden matcht perfect met deze kleurtjes. Dit is in de kleur Fresh. Fresh heet deze. Super mooi. Ik ga hem ook even swatchen op mijn hand. Kijk dit hoe mooi. Oh my god. Wat ik wil gaan doen is, ik pak een heel klein beetje. Met dit soort producten moet je altijd een heel klein beetje pakken. En dit ga ik aanbrengen op de grens van die twee kleuren. Echt waar ik het zo samen heb gelegd, daar ga ik dit aanbrengen. En dan echt een heel klein beetje. En dan pak ik een klein penseelkwastje en dan ga ik het een beetje uitblenden. Oké, nee. Nee. Oh my god, hij verpest de hele look. Oké, mensen, kijk dit. Hij zit dus nou hier. Hij is absoluut niet mooi. Op mijn oog geeft hij gewoon bijna geen kleur af. Oké, deze zijn voor mij echt een no-go. Deze waren wel heel goedkoop. Volgens mij €5 of eronder. Nee, niet mooi. Oh mijn god, hij heeft nou echt mijn hele ooglook verpest. Oké, ik ga dit even proberen op te lossen met het oogschaduwpaletje. Oké, nou mensen, ik heb gewoon de oogschaduw opnieuw erop aangebracht. En nou is het alsof er niks is gebeurd. Oh mijn god, bijna was deze look verpest. Ik vind het wel echt zonde dat deze niet mooi zijn. Want op mijn hand was hij echt mooi. Maar toen ik hem daar aanbracht, ja, jullie hebben het gezien. Was niet zo'n succes. Dan heb ik hier nog deze losse glitters. En ik ga de gouden gebruiken. Deze heet Gold Rush. Deze zijn wel echt alleen te koop als een set. Dus niet los. Dat is wel handig om te weten. En dit setje is met dit etuietje erbij €18. Maar ik had hem voor minder. Iets van €12. Deze set en dit paletje horen allebei bij de Royal Affair lijn. En wat ik wil gaan doen met deze losse glitters is aanbrengen op de plek waar ik net deze had gedaan. Ik had dus bedacht om deze hier aan te brengen.
brengen. En dan de losse glittert hier in mijn binnenste ooghoek. Maar ja, aangezien dit dus is mislukt, ga ik deze aanbrengen daar. En ik heb ook deze glitterlijn van BH Cosmetics. Deze is 8 euro. Oké, met een klein penseelkwastje breng ik eerst de lijm aan op de plek waar ik de glitters wil hebben. En dan met die kwast pak ik ook een beetje van de glitters aan en die ga ik er dan indrukken. Ik doe niet te veel per keer. Ik doe maar echt zo'n klein beetje heel zachtjes zo stippen. En ik blijf er gewoon zo opstippen totdat ik vind dat het genoeg is. Ik stip steeds meer ook naar binnen toe, want daar zit dus geen lijm. En dan brengt hij daar dus iets minder aan. En dan is het een hele mooie overgang van iets minder glitter naar heel veel glitter. Ja, dit vind ik echt super mooi. Als je gewoon zo een beetje aanbrengt bij de overgang, dan is het toch net niet te veel. Want als je het echt op je hele ooglid doet, kan het misschien een beetje too much zijn. Maar op deze manier kun je toch een beetje extra zijn zonder te extra te zijn. Oké, ik heb ook gelijk even mijn andere oog gedaan. Deze lijm en deze glitter. Glitters, zijn er drie, zijn echt prachtig. En je krijgt echt heel veel. De potjes zijn best wel groot. Wat ook leuk is om te doen, is als je van deze losse hebt, je kunt ze ook mengen. Dus als je bijvoorbeeld een beetje van die goud eruit doet en een beetje van die bruin doet doorheen en dan een beetje mix, kun je ook gewoon een kleur creëren. Dat is ook wel leuk om te doen. Dan heb ik hier de BH Cosmetics Liquid Eyeliner Pen. Dit is dus een pen eyeliner, obvious. En dit is hoe hij eruit ziet. Ik vind hem er niet heel veel beloofd uitzien. Hij is best wel dik. Ik hou meer van die hele dunne puntjes. Zodat ik echt een hele dunne wing kan creëren. Deze is toch wel iets dikker. Misschien ook niet echt heel handig voor de look die ik heb gemaakt vandaag. Maar goed, we gaan hem toch gewoon proberen. Ik ga proberen een hele dunne eyeliner te maken. Ik weet nog niet of ik een wing ga maken of niet. Maar dat zijn jullie nou vast al aan het zien. Oké, een tip. Als je losse glitters gaat aanbrengen, breng eerst de wing aan. En dan pas de glitters erboven. Want met dit op die losse glitters gaan was echt een gezeik. Maar goed. De eyeliner pen is in principe prima. Hij is gewoon super zwart. Hij is mat. Hij droogt gelijk op. Is het een pen die ik vaker zal gebruiken? Waarschijnlijk niet echt, omdat ik hem gewoon te dik vind. Dat kon ik al gelijk zien aan de dikte van de punt. Ik ben meer van een hele dunne punt, waardoor ik een hele dunne wing kan maken. En dat kan met deze niet echt. Dit was echt het dunste wat ik ervan kon maken. En dit vind ik echt nog way too dik eigenlijk. Maar goed, ik ga even mascara doen. En nep wimpers kom ik zo bij je terug. Oké, mijn nep wimpers zitten erop. Dit zijn Lily Lashes in Miami. En ik heb een zwart oogpotloodje gedaan in mijn waterlijn. Oké, dan bronzen. De bronzen van BH Cosmetics was helaas uitverkocht. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon een donkere matte poeder gekocht. Dit is de BH Cosmetics Matte Powder. Zo ziet hij eruit. Hij lijkt een beetje op de poeders van MAC. En ik heb hem in de kleur 250. Dit leek mij wel een mooie kleur. Ik hou heel veel van MAC Give Me Sun. En deze kleur leek een beetje op die, maar dan een stuk goedkoper. Dus ik ga deze even proberen. Oh, en de poeder is 10 euro. Nou, ik hoop dat de kleur een beetje oké gaat zijn en niet mijn gezicht nou verpest. Oké, dit ziet er wel oké uit. Ja, het is dus gewoon een poeder voor over je hele gezicht. Dus in principe, als je dan een iets donkerdere kleur pakt, kun je hem ook gebruiken als bronzer. Het is een beetje een rode bronzer. Vind ik altijd heel mooi. Ja, oh mijn god, ik vind hem mooi zeg. Oh, wat ben ik blij dat ik de kleur goed heb gegokt. Want ja, via internet bestellen is toch altijd een beetje gokken. Maar nee, ik vind hem heel mooi. I like it. En dan blush. Ik heb de Floral Blush van BH Cosmetics. Ziet er super mooi uit. Ik heb hem in de kleur Caribbean Coral. Nou, dit is hem dan. En dan kun je hem zo openmaken. En dan zit er een spiegeltje in. En dan de kleur. Het is een beetje een peachy kleur. En dan hier roze. Dus als je die mixt, heb je een mooie roze peachy kleur. Deze blushes zijn maar 5 euro. Super goedkoop. De prijzen die ik opnoem zijn de normale prijzen. Dus niet wat ik heb betaald in de sale. Ik ga deze even proberen. Er zit een beetje een glansje in volgens mij. Oké, het is wel echt meer roze dan peachy. Ja, je kunt het ook wel zien. Het is echt heel roze. Ja, ik vind het wel mooi. Als je daar niet zo van houdt, is dit niet de kleur voor jou. Ik had hem wel eerlijk gezegd iets minder roze verwacht. Maar die roze kleur neemt toch wel echt de boel over gewoon. Ja, het is echt heel roze. Mijn wangen zijn nou echt super roze. Ik had misschien iets minder moeten aanbrengen. Hij is heel gepigmenteerd. Maar ik vind hem wel mooi. Ja.
Ik heb geen highlighter van BH Cosmetics. Die optie was er niet, ze hadden er geen. Dus ik ga even mijn Sleek Highlighter paletje gebruiken. Dit is de versie Cleopatra's Kiss. En ik mix altijd deze twee kleuren samen. En die breng ik dan gewoon aan hier op mijn jukbeenderen. En ook een beetje hier bij mijn voorhoofd. Ook een beetje op mijn neus. Hier bij mijn wenkbrauwen. En wat ik dan ook doe is hier bij mijn binnenste ooghoek. Want het paletje had niet echt een hele lichte glanzende kleur. Dus ik kon hier niks doen. Maar met mijn highlighter kan ik dat wel doen. Oké, het enige wat dan nog overblijft is lippen. En daarvoor heb ik weer deze leuke etui. In deze etui van de Royal Affair collectie zitten allemaal lipglossjes. Je hebt er 5. Ik kan hem niet eens gewoon normaal vasthouden. Je hebt er 5. Het zijn allemaal een beetje nude kleurtjes. Ze zijn wel echt alle 5 anders. Ze lijken wel op elkaar, maar ze zijn echt allemaal anders. En ik vind ze er super mooi uitzien. Ik moet even kijken welke ik ga aanbrengen voor deze look. Ik denk een beetje een nude. Deze set is by the way €22 voor 5 lipglossjes. Dat is echt heel betaalbaar. Ik had iets van €10 of €12 betaald. Oké, ik ga overduidelijk maar 1 kleur opdoen. Maar ik wil wel alle kleuren laten zien. Dus ik ga ze even van licht naar donker swatchen op mijn hand. Dit is dan de lichtste kleur. Die heet Karen. Het is een hele lichte roze kleur. Ik denk iets te licht voor mij. Daarboven is de kleur Vania. Ook weer een beetje een rozige paarse kleur. Iets donkerder dan die andere. En dit zou iets meer een nude kleur zijn voor mijn huidskleur. Dan daarboven de kleur Made in Twin. Dit is een beetje een roze bruine kleur. En ook de donkste kleur van de 3 nudes. Ook deze zou heel mooi staan bij mijn huidskleur. Heel mooi. Daarboven een beetje een berry roze kleur. Dit is de felle roze kleur in het setje. En dit is de kleur Simone. Dit is niet echt een kleur die ik zou dragen. Maar ja, hij zit wel gewoon bij de set. En is wel leuk om te hebben. En de donkste kleur in het setje. Deze heet Maria. Dit is een rode kleur. Hij is een beetje donker. Niet heel donker rood. Maar wel een beetje naar de donkere kant toe. Ik vind dit echt een geweldige set. Je hebt echt veel afwisseling. En dit zijn toch wel 5 kleuren die de meeste mensen wel gebruiken. Dus dat is wel fijn om te hebben in een set. Ik ga denk ik voor de donkste nude kleur Stephanie, omdat hij mij het mooiste lijkt met deze look. Ja, heel mooi. Hij is ook een beetje bruin. Op beeld is hij meer rood, maar in het echt is hij wel echt bruin, hè? Hij droogt niet helemaal op. Het is een beetje een satijnen finish. Vind ik persoonlijk de fijnste finish die er is. Dus daar ben ik blij mee. Hij voelt ook heel licht aan op de lippen. In het begin had ik iets van, oh, hij voelt wel een beetje goedkoop licht aan. Maar toen ik hem aanbracht, hij is totaal niet patchy. Hij is gewoon helemaal mooi, egaal, 1 kleur. Ja, ik vind deze echt super fijn. Really, really love it. Dus als je op zoek bent naar zo'n soort setje met van dit soort kleuren, voor een betaalbare prijs en een leuke etui erbij, dan is dit zeker een goede set voor jou. En dan nog een beetje fixing spray, zijn we klaar met de look. Mensen, nog even snel over de lippen. Hij is gewoon mat. Ik had gewoon net niet lang genoeg gewacht. Hij droogt gewoon mat op. Misschien dat het je opvalt dat mijn lippen nou iets lichter zijn, want ik heb de lichtste kleur, even kijken, Vanilla. Ik heb die een beetje in het midden meegemengd om het toch iets lichter te maken, want ik vond hem iets te donker. Nou mensen, is deze look mooi geworden of niet? Ik vind hem super mooi. Het is echt geworden als hoe ik het in mijn hoofd had. Ondanks dat deze liquid oogschaduw echt een flop was, vind ik de look toch gelukkig nog mooi geworden. Ik heb het nog goed kunnen oplossen. Ik ben in principe tevreden met alles behalve die liquid oogschaduw. Voor de rest is het allemaal prima. Ja, en deze eyeliner is gewoon persoonlijk niet mijn ding. Maar dat maakt hem niet slecht. Hij is wel gewoon goed, alleen niet zo, ja, mijn ding gewoon. Wat mij echt het meeste heeft verrast vandaag en wat ik zeker zeker aanraad is dit oogschaduwpaletje en deze matte poeder als bronzer. Je kunt ook gewoon jouw huidskleur pakken en dan gewoon als overal poeder gebruiken. Maar je kunt ook gewoon een donkere kleur pakken en als bronzer gebruiken. Dus deze twee zijn voor mij echt een win-win. Super mooi. Ik ben heel blij dat ik ze heb en ik ga ze zeker vaker gebruiken. De rest ook mooi. Lippen mooi. De blush is heel heftig, maar alsnog heel erg mooi. De glitters ook goed. De glitterlijm ook goed. Deze twee etuietjes. Ik moet nog denken wat ik ermee ga doen. Maar ik ga er zeker iets mee doen. Dus ja, ik ben heel blij met hoe de look is geworden. Dus mensen vanavond zullen wel denken van, jij had zin om je op te maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Ik zal hier ook 2 video's plaatsen die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!